boekenboekenboekenboeken. Het is weer tijd voor de boekenbe. Of niet dit jaar? Een online boekenbeurs. Met streamende schrijvers. Stromende woorden. Een feest in digitale ogen. Vaste waarden. Debutanten. Bubbellectuur. Zelfs pikante. Boeken beleven kan altijd. Maar fantasie is virusvrij. Moeilijk dat ook is. Voilà, mijn volgende gast is er al komen bijzitten. Je kijkt naar de boekenmarathon van boek.be en de VRT, want jij kan niet naar de boekenbeurs, dus komt de boekenbeurs naar jou. Je kan in een mensenleven ongeveer 2000 boeken lezen, als je niet te hard je best doet, heb ik uitgerekend. En je wil dus goed kiezen. Normaal gezien doe je dat massaal hier in Antwerp Expo, zo ergens in het begin van november, maar dat kan dit jaar niet. Geen 125.000 bezoekers, geen 1000 auteurs die hier zitten te signeren of lezing geven, geen tienduizenden boeken die over de toonbank gaan. Een leeg en kil Antwerp Expo, als je goed luistert, dan hoor je de regen op het dak. Zo stil is het hier. Het is niet hetzelfde zonder jou, maar we doen toch ons best. We willen tot en met 11 november live op VRT Nu, elke dag van 12 tot 8, om het kwartier een ander boek aan je voorstellen. En hier op 1 zie je... elke dag een selectie met de leukste interviews tussen 10 en 11 ochtends. Zo ben je weer helemaal mee. En wie weet zit er iets tussen voor jou of voor onder een kerstboom bij jou in de buurt. Dit boek zou wel eens in aanmerking kunnen komen. Het is samengesteld door Tatevik Mertoumian en het heet Ballet Workout voor de lenigheid, kracht en uitstraling van een ballerina. Tatevik, zeer welkom. Dank je wel. Fijn jou te zien en kennis te maken en jou eens in het echt te zien, want ik heb al door het boek gebladerd en je staat er... een keer of 200 in. voor mensen die nog niet door het boek hebben kunnen bladeren, wat staat erin? Waar gaat dit boek over? Wel, het boek gaat over de ballet workout methode. Een methode speciaal ontwikkeld om ballet toegankelijk te maken voor volwassenen. Want ballet is een heel elite kunstvorm die meestal beschikbaar is voor een heel kleine cirkel van mensen. Voor balletdansers die perfect zijn vanaf het begin. Dus kinderen worden geselecteerd op audities en ze moeten voldoen aan alle eisen om ballet te mogen beoefenen. En de ballet workout methode maakt ballet vooral toegankelijk voor iedereen, zodat elke vrouw met een droom om ballet te doen, en de man ook, kan starten met ballet op volwassen leeftijd. Ja. Het is niet alleen een boek, want je maakt ook filmpjes online. Breng je het ook in de praktijk, hè? Dus je toont het ook, want het is natuurlijk iets visueel. Ja, ja, absoluut. Absoluut. Ja. We hebben ook een ballet workout app waar alles visueel wordt uitgelegd. YouTube-filmpjes, veel op YouTube, op Instagram, Facebook, overal een beetje. Er zijn eigenlijk geen excuses om het niet gedaan te hebben. Absoluut, ja. Is het vanuit de filosofie dat ballet niet alleen een heel high-level iets is dat je op een podium gaat bekijken, maar dat het eigenlijk ook een soort van sport is, een soort van hobby en bezigheid? Ja, absoluut. We focussen op de voordelen van klassiek ballet, dus vooral op de fysieke en mentale voordelen. Iemand die start op een volwassen leeftijd hoeft niet per se alle technische dingen perfect uit te voeren, maar moet vooral focussen op de gezondheidsaspect, op het aspect van de plezier van ballet te beoefenen, je gedachten te verzetten na een lange werkdag. Dus dat is vooral waar wij op focussen. Ja. Hoe ga je te werk in de ballet workout? Hoe werkt dat? Dus je begint bij het begin. Ja, dat is een goed plan. Ik ga meekijken. Ik zeg nu al, ik ga hier geen demonstratie geven. Ik blijf op mijn stoel zitten. Het mag niet van corona. Het zou leuk zijn, moest een demonstratie. Ja, het mag niet van corona. Ik moet blijven zitten. Nou, daar verberg ik mij nu even achter. Ja, ja. Maar dus het begint bij het begin. Ja, ja. Ik zou beginnen ongeveer op een pagina, echt met de oefeningen, pagina... 60 ongeveer, zo. Oh ja, ja, al de rest is inleiding. Nee, er zit een hele filosofie in. Er zit de basis in, er zit een filosofie in, er zitten redenen in waarom dat je zou moeten beginnen met klassiek ballet. Waarom het goed is voor volwassenen, waarom het goed is voor kinderen en ook voor senioren. Ja. Daarna maar dus op pagina 60 begin je met de frappé en de grand battement. En daarna is het van je plié en dat soort dingen. Het staat er allemaal haar fijn in uit. Hoe is het opgebouwd, die oefeningen? Eerst een opwarming en daarna veel training van verschillende lichaamsdelen. Je moet altijd een doel proberen te stellen. Dus als je doel is bijvoorbeeld om de split in 2 weken te doen, dan staat er ook een reeks oefeningen met een opwarming en dan echt stretchen. Ja, opwarming is belangrijk bij de opwarming split. Opwarming is ook. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat mensen hier dan thuis in de huiskamer mee aan de slag willen gaan. Heb je iets nodig om dit te kunnen doen? Nee, je hebt niks nodig. Je kunt dat gewoon doen op een tapijt of op een matje thuis. Of gewoon een handdoekje
Ja, je hebt er niks voor nodig. Als bar kan je gewoon een stoel gebruiken of een sofa. Je houdt je er gewoon aan vast. En, het is perfect voor u. Heb je een tutu nodig? Nee, je hebt geen tutu nodig. Veel mensen denken dat je tutu en pointe nodig hebt, maar je hebt geen pointe. Ah, die schoenen, ja, waar je zo op ja, kan. Ja, ja, dat de heb je ook niet nodig. Nee, nee, je kunt dat doen perfect op je sokken, in een jogging en een t-shirt. Komt dat even goed uit nu, zeg? Ja, dat is perfect voor tijdens de lockdown, want tijdens de lockdown zitten we veel thuis. En is het belangrijk om actief te blijven, ook voor het immuunsysteem, om jezelf sterk te houden, gezond te houden en om ervoor te zorgen dat je ook gewoon een sterke immuniteit hebt en je goed voelt. Ja, want dat is belangrijk wat je hier nu vertelt, want mensen die denken dat het alleen maar van je plié en je grand écart is, dat staat er allemaal in, maar eigenlijk is het grootste deel van het boek voorbehouden aan jouw filosofie rond gezondheid. Je geeft ook beauty tips en zo, maar eigenlijk gaat het over een zoektocht naar innerlijke en uiterlijke gezondheid. Klopt. Dat klopt, hè? Ja. Het zit er meer in om ballet in je leven te brengen en om ervan te genieten en de schoonheid ervan te voelen. Het gaat er vooral om, als je begint met klassiek ballet, om je mooi te voelen terwijl dat je het beoefent. Om je goed te voelen in je vel. En niet zozeer om jezelf te bekritiseren of om af te vallen of om die split te kunnen. Als je dat wilt kunnen, dan kan dat. Maar het gaat er vooral om te geloven in iets groter en beter dan ons dagelijks bestaan. En om te voelen dat je deel uitmaakt van een hoge kunstvorm. Schitterend. Ik zou er naar kunnen blijven luisteren. Het staat allemaal in dit boek. Voor wie heb je dit? Voor wie doe je dit? Hè? Want je hebt dit boek geschreven, maar er is dus ook de app en de filmpjes en de website en het hele project Ballet Workout Belgium. Mm-hmm. Voor wie doe je dit? Wie is de doelgroep? De doelgroep zijn vooral eigenlijk vrouwen. De meeste mensen die naar ons komen zijn vrouwen tussen 25 en 34 jaar. We hebben ook tieners en we hebben ook heel veel kinderen die bij ons thuis volgen. Maar echt de ballet workout methode, zoals het nu is op de dag van vandaag, is vooral gefocust op vrouwen die een druk levensstijl hebben, die toch nog bezig willen zijn met hun fysieke en mentale gezondheid, die zich mooi willen voelen en hun kinderdromen willen waarmaken. Ja, en dan toch nog ervoor wil gaan. Dus niet iedereen moet een prima ballerina worden. Je kan ook gewoon een ballerina zijn. En in gedachten. Mogen mannen ook meedoen? Mannen mogen ook meedoen. En we hebben steeds meer en meer mannen die naar de lessen komen. We hebben een politieagent zelfs die bij ons lessen komt volgen. We hebben judoka's die lessen komen volgen en leren stretchen. En heel verschillend publiek eigenlijk. Zo'n politieagent die je met een grande kaart tegen de grond legt als je, tijdens die arrestatie, dat moet sowieso iets anders zijn. Nee, supercool. Ja, ik denk dan ook meteen, ik heb een dochter van 6 en die volgt nu dansles en die was net zo bezig met de plié en dat soort. Dat is super schattig. Net toen de lockdown inging, dit is misschien ook het prima boek om het thuis dan toch even, zelfs als je er niks van kent, toch even met je kind absoluut. Verder te zetten. Het is ook vooral een praktisch boek. Dus er staan echt oefeningen in die je thuis kan doen, waar je niks van speciaal materiaal voor nodig hebt. Je kan gewoon een beetje klassieke muziek voor jezelf opzetten en er volop aan starten. Aha, want dat ging ik ook nog vragen. De muziek waarop je dit doet, is wellicht ook wel van belang. Moeten dat zo de grote klassieken zijn, of kan je ook Beyoncé opzetten? En je kunt ook Beyoncé opzetten. Als je liever oefent op Beyoncé, kan dat allemaal. dat was niet persoonlijk, maar het is al fijn. Nee, maar ik vind het prima. Ik luister ook niet zelf niet altijd naar klassieke muziek. Je mag luisteren naar dat wat je het meeste plezier geeft. Laat ons nog heel even over jou hebben, Tatevik. Jij bent een... Ja, jij bent wel een professionele ballerina en een gevierde ballerina. Hoe zag jouw leven er voor de lockdown uit? Ik zou zeggen, wij waren bezig met een show. Elk jaar organiseren we een grote voorstelling in de Boerla Schouwburg. En we waren volop bezig met het voorbereiden van die show. Dat is een heel groot project met ongeveer 100 mensen die meedoen en meer dan 800 mensen die komen kijken. En dat is door de lockdown natuurlijk niet kunnen doorgaan. Dus dat is wel een moment dat ik heel jammer en spijtig vind. Absoluut, en ik hoop dat wij binnenkort terug een voorstelling kunnen organiseren. Maar dat is vooral... dat is vooral wat ik voel, dat we de show niet hebben kunnen waarmaken. Dat is ook iets waar mijn leerlingen erom naar hebben uitgekeken. Maar ik denk dat de volgende show die we gaan geven zoveel beter gaat aanvoelen en dat we echt gaan leren appreciëren wat we nu niet hebben. Ja. Hoe ziet jouw leven er dan tijdens zo'n lockdown uit? Want ik neem aan dat iemand als jij kan geen dag laten passeren zonder te dansen. Dat klopt. Dat klopt, ja. En dat is dan, je gaat thuis alleen aan de slag dan? Of? Ja, ik oefen thuis of ik ga naar de balletstudio. Ik probeer vooral thuis te blijven en thuis te oefenen. Maar ik doe dagelijks oefeningen, dagelijks stretchingen voor mezelf. Ja. Hoe zit dat met je vele leerlingen? Want je geeft les, ballet workouts. Dat ligt nu een beetje stil. Die moeten dan
thuis ook aan de slag? Of, ja, voor de leerlingen heb ik heel veel live lessen gedaan en YouTube-video's gedaan en de Ballet Workout app die ze ook kunnen gebruiken. Dus ik heb vandaag nog een video gekregen van een leerling die bijna de split heeft kunnen doen. Met de Ballet Workout app, ja, ze heeft me vandaag een foto doorgestuurd. Ja, dat is leuk. Ja, super tof. En ik ben blij dat mensen blijven oefenen. Ik zeg ook tegen mijn leerlingen dat ze moeten blijven dansen, dat ze gemotiveerd moeten proberen te blijven tijdens deze periode. Ja. Ja, want meer dan ooit hebben we behoefte aan een gezonde geest in een gezond lichaam. Ja, absoluut. Ja, dat kan dus met deze ballet workout. Ja, normaal gezien gingen we tijdens deze marathon, tijdens deze boekenmarathon, ook bekende reporters uitsturen die onder andere bij jou in de balletstudio gingen komen kijken naar zo'n workout. Dat zal nu helaas niet gaan. We kunnen dus allemaal als hobby, of om er iets van te proeven, aan de slag met de ballet workout. Wanneer kan je spreken, stel nu dat mijn dochter heel goed wordt in die plié, vanaf wanneer moet ik haar naar een echte balletschool sturen? Is ze nu al 6? Ja, ze is 6, ja. Oh, je kunt haar nu al zeker naar balletschool sturen. Ja, maar vanaf wanneer weet ik of ze talent heeft? Waar moet je op letten? Als ouder. Wat onderscheidt de professionals van de hobbyisten? Wel, het is vooral, als je het professioneel wilt gaan doen, is het eigenlijk vooral natuurtalent dat je moet hebben. En ook de geest om hard te willen werken voor iets. Ja. Dus je moet, maar dat zijn ook veel dingen die je vaak leert in buitenles. Het is vooral fysiek dat je perfect in elkaar moet steken. Dat zijn dingen die je in buitenleerkracht meteen ziet. Proporties, musicaliteit, coördinatie. Gevoel voor ritme en vooral liefde voor ballet, dat is het allerbelangrijkste. Want jij bent een klassiek geschoolde ballerina. Je bent naar de Koninklijke Balletschool hier in Antwerpen geweest. Ontbreekt daar misschien toch een klein beetje wat jij in die ballet workout probeert te steken? Zo'n soort lossere omgang met ballet? Hè? Want jij biedt het vooral als plezier aan en niet alleen als zweten en hard werken en afzien. Nee, ik denk dat in een professionele opleiding belangrijk is dat er discipline is en dat de kinderen die voorbereid worden op een professionele carrière begrijpen waar ze aan beginnen. Want er is een groot onderscheid tussen dit doen als een hobby en dit doen professioneel. Als je het professioneel doet, dan doe je het rond 8 uur per dag en dan elke dag. En dan moet je 's ochtends vroeg om 8 uur op je poins gaan staan en je moet er veel voor over hebben. Dus ik denk in een professionele opleiding is discipline heel belangrijk. Ja. Hoe zwaar was dat, die opleiding voor jou? Heb jij afgezien? Ja. Dat is een heel zware opleiding. Vaak, dat is een heel zware opleiding. Maar het ding is, wij doen dit omdat wij enorm van deze kunst houden. Wij zijn niet sadomasochistisch of iets in die aard. wij doen het omdat het enorm veel plezier brengt. Omdat het heel leuk is om op een podium te kunnen staan. Om te kunnen dansen voor een publiek. Omdat dat gewoon het beste gevoel is in je leven. En wanneer heb je dan die klik gemaakt naar... Ja, maar wacht eens. Je hebt enerzijds die klassieke balletopleiding met discipline en hard werken. Maar er is ook zoiets als de hobby, het plezier wat je in die ballet workout steekt. Ja. Waar in jouw leven is dat gebeurd, dat je die klik hebt gemaakt? Wel, ik heb altijd gedanst omdat ik wou dat het publiek die naar mij keek, het plezier dat ik ervaar op het podium zelf zou voelen. Het ging mij nooit om dat de mensen moesten kijken naar mij. Het ging er mij altijd om dat de mensen die naar mij keken het gevoel moesten hebben dat zij degene zijn die op het podium staan, dat zij degene zijn die dansen. En met de ballet workout kan ik dat veel intensiever brengen naar die mensen, want kijken is leuk, maar het is veel minder intensief dan het zelf beoefenen. Dus als je het echt zelf doet op een podium, in een kostuum, hoe dat we doen bij onze jaarlijkse voorstellingen, dan is het veel intensiever en veel leuker. En op die manier heb ik altijd eigenlijk gedaan wat ik nu doe. Ik vind het prachtig, prachtig, prachtig. Heb je nog tijd om te lezen? Zelf ook? Lees om jij te lezen, boeken? Ja. Heb je recent iets gelezen dat je ons kan aanraden? Dat is een open vraag die ik hier aan iedereen voorleg. Omdat er kan niet genoeg gelezen worden. Ja. Dat klopt. Ik vind het ook belangrijk dat mensen blijven lezen. Want nu met de digitale, met alle Instagrams en Facebook, dingen die we snel doorscrollen, die blijven niet goed in onze geheugen zitten. Ook belangrijk voor een gezonde geest, dat lezen. Dus het is belangrijk om te lezen, om te concentreren op één ding, op één oefening of op een tekst die je leest. Ik zelf probeer nu zoveel mogelijk Russische klassiekers te lezen, zoals Dostojevski en Tolstoy. Amai. Dat zijn dingen die ik nog probeer in te halen. Ja, je had nog niet genoeg afgezien tijdens je balletopleiding. Ja, nu ben je in Dostojevski gedoken. Ik vind het heel leuk. Ja, geweldig, dat zijn fantastische boeken, maar dat is ook wel discipline en afzien, hè, zo'n Dostojevski. Ja, ik vind het wel niet. Ik vind het vrij amuserende lectuur eigenlijk. Cool, oké. Dus dat is je boekentip? Ja, dat is mijn boekentip. Voor in de lockdown, neem er eens een Dostojevski bij. Ja, een klassieker. Ja.
Absoluut, ja. Mag zeker ook. Het moet niet allemaal gloednieuwe boeken zijn. Mag ik jou bedanken om helemaal tot hier te komen. Mag ik jou nog ongelooflijk veel plezier met lichaam en geest wensen. En vooral ook succes met Ballet Workout. Het is dus niet alleen een boek, maar ook een app en een reeks video's. En je kan er dus zelf mee aan de slag. Nu meer dan ooit heel erg belangrijk. Ballet Workout van Tatifik Mertoumian is uitgegeven door Pelkmans Uitgevers. En je vindt het boek terug via boekenbeurs.be. Daar kan je het ook bestellen bij je lokale boekhandel. Dan hebben die mensen daar ook iets aan.